Stone Temple Pilots. Plus, fantastisch nummer. Lekker. En je luistert nog steeds naar NAC Praat op Breda Nu. 107.3 FM. Ja, dat krijg je ervan. En we gaan het eens hebben over 11 augustus 1996. Lang geleden. Herinnert u zich deze ook nog? Vroeger, zeg maar. Heel lang geleden. Wat was er toen aan de hand, Leon? 20 jaar geleden? Ja, met nou, NAC. Met toen, NAC. Toen stonden wij waarschijnlijk nou... Nou, nee, nog niet in de B, hè? Nog niet in Café B. Nee, want die was er toen die nog bestond niet. Nog niet. We werden toen... ik weet niet of het die wedstrijd al was, maar die wedstrijd daarna... In een bouwkeet. Ja, bouwkeet. En die stonden aan de lange zijde ergens op dat plateau. Ja, ja, klopt. Het was echt een bouwkeet. Weet je het nog, Hans? Met, ik weet het nog wel, ja. Met die ja, prachtige ja, TL-verlichting. En daar stonden we dan. En Rine stond er wat biertjes te tappen. Een paar van die aan elkaar geschakelde keten. En dat was het ook heel erg gezellig. Maar goed. Ja, opening van het Radverlegstadion. Vanzelfsprekend. En dat werd geopend met een wedstrijd. Tegen? Gremio Portale Grenzen. Waarom Gremio toen? Nou, die hadden toch iets heel tofs gedaan. Die hadden eens in Zuid-Amerika de belangrijkste clubbeker gewonnen. En die mochten toen voor de wereldbeker tegen Ajax. Ja. Ergens in Tokio, geloof ik. Ja. Ja. En die verloren ze van Ajax. Maar desalniettemin vond NAC het wel interessant om Gremio dan uit te nodigen voor die wedstrijd. Het is leuk dat je de opstellingen van NAC en van Gremio, die van Gremio, dat is allemaal wel. Dat ziet er nogal Braziliaans uit. Maar die van NAC erg leuk, met leuke namen. Jean-Claude Moukanya, legendarische stopper van NAC. Niet alleen een mooie naam. Sommige mensen denken dat hij niet eens van NAC heeft gehoord, want dat het gewoon een leuke naam is om te zingen. Maar dat is echt een voetballer van NAC geweest. Dat is echt een voetballer van NAC geweest. Zaire, toch? Waar komt hij vandaan? Zambia. Ergens waar hij niet van George Weah kon bedwingen. Congo, maar dat is niet hetzelfde. Ik heb geen idee. Ergens waar hij George Weah kon bedwingen in ieder geval. Ja, en ze waren hem ooit kwijt. Ja. En de rat had toen, die had hem toen ontdekt, hè? Dat was een of andere koning van Afrika, zat hij op een troon. Ja, klopt, ja. Geweldige foto. Verder opvallende naam, wat mij betreft, Stanley McDonald. Ja, want volgens mij was het amper een week later dat hij de eerste doelpunt maakte. Tegen FC Dordrecht. Dordrecht, hè? Ja, Dordrecht 90. Opvallende namen. Verder, als je dat elftal bekijkt, hè? Met Abolicoro, Karels, Van Galen, Vietma, Jaling, Brusselers, Stewart, Arnold, Lokhoff. En Abdeloui, wat een elftal hadden wij toen. Tom Lokhoff, dat was zijn afscheidswedstrijd. Ja. Die heeft toen nog een paar minuten meegedaan, een minuut of 20. 21 op precies. En toen kwam Sander Oosterom erin. En zijn vrouw is Oli. Oh nee, dat was een ander liedje. Ja. Nee, opvallend elftal. Ja, dat waren nog stijlen. Ja. Goed stel. Hoe was de wedstrijd? Het doodzaai. Echt doodzaai. Ja, klopt. Ja. Het publiek zat ook heel versuft te kijken. Van, wat is dit nou toch allemaal weer? Ja, wat wil je op zondagmiddag? Ja, hè? Dus, en iedereen toch wel al. Ja, ook een nieuwe stadion. Iedereen moest toch een plekje vinden. Hè? Ja, echt. Dat heeft lang geduurd, vond ik. Ja, want ik denk dat een groot deel van de mensen die nu in het stadion zitten nooit in Beatrixstraat zijn geweest. En zich niet goed beseffen dat de B-side lange zijde was. En het is nu helemaal B-side op de korte zijde. En het was het toen allemaal zitten. Zitten. Dat zitten. Was ook nieuw. En daar werd toch iedereen voor heel veel mensen was het nieuw, hè? Ja. Ja. Nou, en het viel met de openingswedstrijd. Was volgens mij een mutje vol. Was gewoon uitverkocht. Ik weet niet of de kaarten voor verkochten, volgens mij wel. 15.000. Maar eigenlijk nog vreselijker was de eerste competitiewedstrijd. Waarbij er, geloof ik, in de eerste jaren een man of 50 of 100 of zo op vakgee zat. Tenminste, misschien overdrijf ik een beetje. Maar dat was echt voor heel dun bevolkt. Echt voor de happy few. Ja. Ja. En inderdaad, oude B-side, deels middellange zijde. Die stugge gasten die dachten van, joh, we zitten hier al... We stonden daar en we gaan hier ook zitten. En een pluk natuurlijk achter de goal. Nee, iedereen elkaar kwijt. Ja, één groot drama. Ja, mensen moesten echt zoeken naar elkaar. Heeft het nog heel lang geduurd? Ik denk kwestie van jaren. Dat heeft echt lang geduurd. Ja, ja. Als ik naar mezelf kijk, ik begon op de F. Maar daar was ook weer... En eigenlijk onze groep is helemaal uit elkaar gevallen. Een gedeelte zat al toen op vak G. Mm-hmm. En toen ben ik halfwege het seizoen volgens mij overstapt naar vak G. Dus dat was wel... en daar kwam alles weer een beetje bij elkaar. En daar ontstond wel weer een leuk sfeertje. Ja, ja. En nee, dat heeft wel even geduurd, ja. Ja, dat heeft echt even geduurd. Dat is een logische verklaring. Oh, die blauwe stoelen, die rode trappen. Ik krijg er bibbers van. Ja. Doen jullie ook aan cliché-vragen bij Breda Nu? Ja, zeker maar. Wat is het mooiste moment, Marcel, voor jou? Uit die wedstrijd. Nee. Waarschijnlijk dat er afgefloten werd. Dat was het mooiste moment van NAC Gremio. Maar in het Radverlegstadion. Oei. De overwinning op Groningen met de beker vond ik wel erg... met al dat vuurwerk en zo, dat was dat goeie keus. Is Leon voor jou dezelfde? Nou ja, dat ik neem het programma gewoon over. Ik ga toch wel voor een ander momentje. Want het was toch wel de kampioenswedstrijd tegen RBC. Als ik eventjes alle spannende momenten even wegdenk.
Maar dat is even persoonlijk. Daar heb ik nog een litteken van op mijn been staan. Van op het veld klimmen en fakkels vast hebben. En oh, fantastisch. Ik vond de overwinning tegen Ajax ook wel rondom Newcastle, die 4-2. Ja. Ja, die was ook wel heel erg prettig. Ja. Ja. We kregen met 4-0 van Feyenoord gewonnen. Dat was ook... doet ook goed. Ja, natuurlijk. Oh, dat zullen we allemaal maar opnoemen. Ja, één groot hoogtepunt. Beste beslissing ooit om de Beteringstraat achter te laten. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik heb trouwens een hoogtepunt, dat was André Hazes met de afscheidswedstrijd van Peter Remy op middenstip. Ik weet niet dat was nog volgens mij in de Beteringstraat. Nee, dat was... Ja, ik kan me niet anders herinneren dat ik toen op een stoeltje op de biceps zat en stond André Hazes. Volgens mij was hij in de Beteringstraat, ja. Oh. Dan hebben ze hem alleen maar over We hebben nog een paar uitzoekers van na de uitzending. Ja, we komen jullie volgende week gewoon netjes op terug. Ja, er komen allemaal... Alles wordt hier... Dit wordt allemaal opgenomen, hè? Maar, zeker. Ik pas heel goed op wat ik zeg natuurlijk. Maar ik ga jullie ook even allebei even een wijde vraag stellen natuurlijk. Want voor die wedstrijd naar Gremio, wat deden jullie allemaal net voor die wedstrijd? Ik was te laat binnen. Oh. Ik zocht naar een parkeerplek. En ik eindigde volgens mij ergens bij de stem. En we kwamen aanlopen, dat weet ik nog wel. We gingen de parallelweg zeg maar af. En toen draaiden we het hoekje om. En toen zijn we echt even blijven staan. Want ik vond het wel echt een heel mooi zicht. Mm-hmm. Met nieuwe lampjes en zo. Ik vind ze nu verschrikkelijk, want ze zijn veel te klein. Maar toen was ik nogal snel onder de indruk. En toen hoorde ik al geluid vanuit het stadion. En dat was echt niet mis. En toen zijn we gewoon even... Ja, even een minuutje staan. Ik kan me wel herinneren dat er een of andere band optrad in dat stadion. En welk liedje hadden ze ook alweer? En dan moest het publiek gaan meezingen, maar dat nachtpubliek dat wilde niet echt. In plaats van We Will Rock You, was het We Will Knock You of zoiets? Toen stond ik waarschijnlijk naar buiten. Iets heel wazigs was dat, geregeld door Martin Frijsen toen volgens mij. En dat nachtpubliek dat reageerde heel lauw. Echt heel zo van, ja, dat gaan wij niet doen. Dus iedereen zat maar zo rustig met een pilsje in de hand... Natuurlijk niet alleen met de opening, maar ook wel denk ik bij de bouw van een stadion. Er zijn wel een aantal, laten we zeggen, onverklaarbare dingen gebeurd die wel even net iets anders hadden gekund. Dan bedruk ik me toch wel heel tactisch. Als je gewoon kijkt naar het gebouw, kleurstellingen. Kleurstelling heb ik me toen persoonlijk mee bemoeid met John Peek. Jij hebt dat geregeld? Nou, nee. Oh. Wij wilden de gele stoelen. Het argument van toen was, geel-blauw is veel rustgevend. Het moet rustiger worden in het stadion. Nou, dat was wel. Alles was natuurlijk geënt op veiligheid. Ja, dat hoge klopt. Draaikruizen bij de ingangen, grachten, hekken. Gedrocht van een gracht inderdaad. Dat was natuurlijk iets van totaal van die tijd. Nou ja, dat werd verkocht als, er staan geen hekken. Oh, ja. Ja. Zo werd het verkocht. En daarna stonden nog hekken naast die gracht. Ja, dat was nog prikkelend. Heel bijzonder was het. Ja.